Welkom bij Rijnmond. Dit gevaarte is het allergrootste ter wereld en hij ligt nu in Rotterdam. Mooi strak in de lak, mooie letters op de zijkant. Ik vind het wel wat hè. Popco lag 8 weken op de corona-IC en krabbelt nu langzaam weer op. Vanmorgen heb ik losgelopen zonder rollator. Voor het eerst. Lucas heeft een ster in huis. Zijn python, Snow White, schittert in videoclips. Ja, je ziet je eigen huisdier daar, weet je. Dat is geweldig. Woensdagavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. En in de loop van de nacht kan er een beetje regen vallen. De temperatuur zakt naar een graad of 12 bij een matige noordwestenwind. Donderdag is het overwegend bewolkt en valt er af en toe wat regen of een paar buien. De temperatuur blijft steken op een magere 16 graden. Welkom bij Rijnmond. Na Amsterdam en Den Haag was er vandaag in Rotterdam een anti-racisme demonstratie. En duizenden mensen zijn richting de Erasmusbrug gekomen om te demonstreren. Met name tegen dat wat er in Amerika gebeurde, waar George Floyd door politieagenten om het leven kwam. Duizenden mensen kwamen vandaag naar Rotterdam en we zagen hier ook vandaag zelfde taferelen toch als in Amsterdam. Waarom dat het zo druk was, heel veel mensen zich niet aan de 1,5 meter maatregel konden houden. Op Rijnmond.nl is een terugblik te zien van de demonstratie van vandaag. We gaan nu naar het overige nieuws. Vrijheid! Vrijheid! Gevangenis! Gevangenis! Familieleden die mensen hebben zitten in Humanitas Acropolis in Rotterdam 110 morgen zijn in actie gekomen. Omdat ze zien hoe hun geliefden wegkwijnen, hoe ze vermageren. Ze eisen actie van de organisatie. De tante zit hier. We zien ze met sprong achteruit gaan. Als het mee zit, zien ze helemaal niet meer. Mensen zeggen, ik hoef niet meer, zeggen ze. Ik wil niet meer, ik wil niet meer. Aanwezige familieleden van bewoners die niet met het coronavirus zijn besmet, willen hun familieleden kunnen bezoeken. Ja, en dat is eigenlijk al vanaf eind februari, geloof ik. Dat u niet gezien heeft? Ja, dat we niet meer naar binnen mochten. Ik vraag me vaak af bij dit soort dingen van wat zou je zelf doen als je vader en moeder zou zijn. En weet je, daar is geen spel tussen te krijgen als je mensen hier ziet staan. Dus dat raakt. Ja. Humanitas Acropolis werkt toe naar verruiming van de bezoekregeling vanaf 15 juni volgens de landelijke richtlijnen. Maar de familieleden zijn ervan overtuigd dat dat eerder kan. Wij denken dat je een schone en een vuile ingang kan maken. Er zijn voldoende liften en je kunt de liften ook zo instrueren dat ze niet op de vuile afdelingen stoppen. En per afdeling is het afgesloten. Dus als je op een schone afdeling binnenkomt, ben je geen groter risico dan het personeel wat binnenkomt. Je kan rechtstreeks naar de kamer van de cliënt gaan en daar een uur verblijven. En dan ook weer rechtstreeks naar buiten gaan. Dus de risico's zijn minimaal. Familieleden bereiken hun doel. De organisatie gaat kijken of de bezoekersregeling eerder dan 15 juni kan worden verruimd. Wat moeten de familieleden zich beter realiseren? Er zijn familie die ook echt bang zijn dat het weer terugkomt. En ook bewoners, hè, die het ook heel spannend vinden. Van ja, wat gebeurt er als er weer veel mensen op de afdeling komen? En dat moet je wel in het goede evenwicht doen. Heel makkelijk, je hebt allerlei uitgangen. Veilige gangen, veilige lijnen waar je kan volgen. Dan hebben die zieke mensen, die corona, het blijft allemaal apart. Alles kan geregeld worden. Van de voordeur van Acropolis nemen we in gedachten mee naar binnen. De vader van verslaggever Sandra van Steen is sinds kort een van de bewoners. Mijn vader die voelt zich een gevangene en dat heeft hij ook al gezegd. Ik heb dat een paar weken geleden heb ik dat ook gefilmd toen hij nog in een ander huis zat. Goedemorgen, man. Dat zou misdadig hebben. In de gevangenis, die bewaking bij hem hebt. Ja, hij ervaart dat echt zo. Waarom heb je het filmpje gemaakt? Dit is natuurlijk het verhaal van heel veel mensen. Volgens mij is dit verhaal wat de mensen hier voeren is niet zozeer het verhaal van Acropolis alleen. Dit is een verhaal wat in heel Rijnmond en in heel Nederland speelt. Wat zou je wel willen? Het
ligt nu net achter de paddenstoel. En dan die tanker. Kees de Keizer en Piet van Dijk schrijven boeken vol over schepen en banen in de Rotterdamse haven. En reken maar dat het nieuwste recordschip in de volgende editie verschijnt. De records die stapelen zich op jaar in jaar uit. En nu deze dus. En die heeft 19.621 TEU. Dus containers aan boord. En dat is de grootste hoeveelheid in één keer. En hij kan er nog meer vervoeren. 23.964 containers om precies te zijn. En hij verslaat daarmee de vorige, de MSC Gulfstream, met zeggen en schrijven 208 van die dozen. Kosten per stuk tussen de 135 en de 140 miljoen dollar. De HMM Algeciras is 400 meter lang, 61 meter breed en vaart onder Panamese vlag. Maar waar komt hij eigenlijk vandaan? Hij komt uit China, Yangqing. 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 Zo'n moeilijke naam. Hier staat het. Yantian. 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 Dat is hem. Yantian. Dat is het. Ja. Ja. En hij doet eerst Rotterdam. Als hij dat gehad heeft, gaat hij naar Hamburg, Antwerpen, Londen en dan weer terug. Suezkanaal. En dan gaat hij via Singapore gaat hij weer naar China toe. De havendienst die is flink aan het spuiten. Een meter of 60 hoog ongeveer. Wordt echt welkom geheten. Wat heeft hij eigenlijk allemaal bij zich? Van pingpongballen tot piano's. Maar veel losse spullen, gymschoenen. Allemaal producten uit het Verre Oosten. Het schip wordt gelost in de Amaliahaven bij de RWG-terminal. En over 3 dagen vertrekt hij weer. Dat was het dan. Ja, voor mij niet meer en minder dan 14 in een dozijn. Ja, dat is waar, maar ik vind hem toch wel mooi en ik vind het ook leuk dat hij helemaal vol staat. Want die containerschepen op dit moment met het corona gebeuren zijn allemaal halfvol. En deze staat toch mooi helemaal vol en met mooi strak in de lak, mooie letters op de zijkant. Ik vind het wel wat hebben. Corona had Popco goed te pakken. Hij lag maar liefst 8 weken op de IC van het Beatrix ziekenhuis in het Erasmus MC. Hij is nu aan het herstellen. Vanmorgen heb ik losgelopen zonder rollator. Voor het eerst. Ja, daar word ik gewoon emotioneel van, man. Dat is echt vet. Dan denk je, shit, dat kan ik ook, joh. Ja, je moet echt alles weer leren. Brood smeren, snijden. Echt. Je bordje pakken. In het begin zat ik echt helemaal zo. Brood vloog alle kanten heen zo. Wat kan jij je nog herinneren van jouw tijd op de IC? Helemaal niks. Helemaal niets. Alleen dat ik heel veel nachtmerries had. Elke nacht weer. Ik ben in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem. Ben ik in slaap gebracht. En ik ben bij het Erasmus ziekenhuis ben ik wakker geworden. En ik weet er niks meer van. Dus je herinnert je alleen je nachtmerries? Nachtmerries en dat ik vast heb gelegen. Dat vond ik zo verschrikkelijk. Daar werd ik helemaal gek van. Ik kon niet bewegen. Dat weet ik ook nog. En weet je nog wat voor nachtmerries dat dan waren? Ja, dat was allemaal nachtmerries dat er stenen op me lagen. Dat ik niet kon bewegen en gewoon nachtmerries dat ik niet kon bewegen. Ja, dus beter. Rechts ben ik ook sterker. Ik ben 20 kilo afgevallen, joh. Maar kijk, wat een buik, man. Kun je eens laten zien hoe je eruit zag? Ja. Wat denk je als je die foto zo ziet van jezelf? Ja, onrealistisch eigenlijk. Op het ene moment ben je goed en op het andere moment leg je in ambulance. En dan is je leven opeens in een kritieke toestand. Dat is heel gek. Rotterdam krijgt van het Rijk bijna 20 miljoen euro voor het creëren van meer woonplekken voor dak- en thuislozen. Eerder hadden de grote steden al een brandbrief naar het kabinet gestuurd voor meer geld. Dat het geld nu ook echt komt, daar zijn ze hier in Rotterdam erg blij mee.
En dat komt natuurlijk ook in een tijd dat we het heel goed kunnen gebruiken. Want door de 1,5 meter maatregel hebben we nu de opvang eigenlijk verdund, gehalveerd. We hebben een schip en een hotel ingezet om ook de afstand te kunnen bewaren in de dakloze opvang. En we willen als stad dit moment ook echt gebruiken om die grote doorbraak te realiseren. En eigenlijk een heel groot deel van de daklozen nu al gelijk aan een woning te helpen. Waardoor we direct ook bijvoorbeeld de omslag van slaapzalen naar slaapkamers in de nachtopvang mogelijk kunnen maken. We hebben nu ongeveer 350 plekken in de huidige nachtopvang. We hebben een substantieel aantal daklozen wat nu door de verdunning, omdat die stapelbedden nu niet mogelijk is, op het schip en in het hotel hebben zitten. Nou, ik wil echt een substantieel deel daarvan, dus dan gaan we echt wel over getallen richting de 100 praten, richting een woning helpen. Op dit moment worden met de zorgaanbieders gesprekken gevoerd hoe het er allemaal uit moet gaan zien. En dat plan moet nog deze zomer zijn afgerond. Wanneer dan uiteindelijk de nieuwe woonplekken in gebruik kunnen worden genomen, is op dit moment niet bekend. Jarenlang lag de bunker, ook wel de 601-bunker genoemd, verstopt achter het groen en onder de grond, vlakbij de Maaslandkering. Onlangs kreeg Stichting Atlantic Wall Museum de bunker in haar bezit en begon de bunker uit te graven. Er lag hier 20, 30 centimeter grond, zoals daar eigenlijk nog een gedeelte te zien is. En het frappant was, toen we die grond gingen verwijderen, toen kwamen er voetstappen tevoorschijn. En niet zomaar voetstappen. Voetstappen van zo'n 80 jaar oud, uit de Tweede Wereldoorlog. Voetstappen van mogelijk Duitse militairen. Maar om daar zeker van te zijn, doen ze onderzoek met spullen uit hun eigen museum in Hoek van Holland. Het museum heeft een grote collectie met originele attributen van Duitse officieren, soldaten en dus ook Duitse laarzen uit die tijd. En dan zie je dus inderdaad het hakkenbeslag op deze Duitse laars. Zoals deze soldaat hier ook aan heeft. Dus voor ons was het een zonneklaar geval. Een Duitse laars op het dak van de bunker. Heel bijzonder lijkt mij. Dat is heel bijzonder. En het waarom? Ja, wie zal het zeggen? De teer was nog nat. En ze zijn daar gewoon maar doorheen gaan sjouwen. Zelfs een officier is er doorheen gaan lopen. Heel merkwaardig. Hoe blij ben je dan als je dat in één keer ziet, als je dat vindt? Nou, toen ik het van de jongens doorkreeg, waren we toch wel erg blij. Want nogmaals, ja, je hebt het over een stukje historie. Wat is hier gebeurd tijdens die bouw? Waarom heeft men hier doorheen gelopen? En dan is dat toch historisch gezien wel interessant om daar toch eens ver onderzoek naar te doen. De bunker zal begin volgend jaar worden ingericht als extra locatie van het museum. Daarvoor krijgt het dak wel opnieuw een teerlaag. Op de plekken van de laarsafdrukken moet glas komen, zodat deze eeuwig blijven bewaard. Deze dame is een beroemdheid. Ze is bijna 4 meter lang, woont met haar baasje in Rotterdam en luistert naar de naam Snow White. Staan we hier veilig, Lucas? Jawel. 1,5 meter afstand toch? Dat is wel veilig. Hoeveel kilo heb je nou om je nek? Ik denk een kilootje of 40. Dat voel ik ook wel. Wanneer kwam ze in je leven? Bijna 10 jaar geleden. Toen kreeg ik haar voor kerst van mijn vader. En het was meteen diepe liefde tussen slang en baas. Maar inmiddels kijkt ook de rest van Nederland graag naar deze albino tijgerpython. Ik heb geen tijd voor een slang, wel mijn money lang. Kijk, dan ben jij. Je hebt een soort beroemdheid om je nekken, Lucas. Ja, een soort van wel, ja. Ik heb al een aantal clipshoots meegespeeld. Niet de minste, hè? Ronnie Flex, Famke Louise. Ja, en Dice Cream. Trots, Lucas, als je dat zo ziet. Ja, kijk. Ja. En ja, je ziet je eigen huisdier daar, weet je. Dat is geweldig. Ja, je wilde graag laten zien aan de wereld. Ja, en ook gewoon om het te laten zien dat het ook lieve beesten kunnen zijn. En waar Lucas Snow White echt een plezier mee doet, is op een warme middag lekker naar buiten, naar het park. Hoe vindt de buurt nou, Lucas, dat hier dan een man zit met een slang van bijna 4 meter? In het begin heel veel wisselende reacties. De ene helft wou dat ik uit de flat ging met die slang en de andere helft vond het wel kicken. Maar ze beginnen eraan te wennen. Beroemde slang, die Snow White. Ja. Wat hoop je dat ze nog eens bereikt? Een Oscar of een bioscoop? 5 meter. 5 meter? Oh. Ja, dat hoop ik dat ze die bereikt. En de rest is allemaal mooi meegenomen. Ja. Tot zover het nieuws. Straks in Vrijheid, Blijheid
gaan we 50 jaar terug naar het popfestival in het Kralingse Bos. En dat doen we met Fons de Poel. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op Rijnmond.nl of in de Rijnmond-app.